Ik ben Awad, ik ben 28 jaar en ik ben bewonersverbinder van Overvecht. Nou, ik ben bewonersverbinder geworden omdat ik Overvecht een geweldige wijk vind met geweldige bewoners. En juist in deze rol om die twee aspecten bij elkaar te mogen brengen, dat vind ik echt een eer. En samen te mogen werken met de bewoners om Overvecht nog beter te maken. Nou, als bewonersverbinder bouw ik aan een netwerk van 50 wijkambassadeurs. Er zijn betrokken en actieve bewoners uit de wijk die hun eigen verhalen delen en input willen leveren aan de plannen voor Overvecht. En de wijkambassadeurs die richten zich met name in vier thema's. Dat is Schone Wijk, Groen, meedoen aan ondernemen en cultuurontmoeting. Nou, bij Schone Wijk heb je bijvoorbeeld denken aan vraagstukken als hoe kunnen we de afval in de wijk verminderen. Daar is Hassan een belangrijk onderdeel in geweest. Mijn naam is Hassan. Ik woon al ruim 35 jaar in Overvecht. Ik wil heel graag wat het betekenen voor Overvecht. Daarom ben ik ook al ruim 2 jaar volgens mij nu wijkambassadeur in Overvecht. Nou, project Schoon is dat we met z'n allen hier in de wijk Overvecht met z'n allen gaan opruimen. En het is ontstaan doordat ik echt iedereen heeft er last van dat er heel veel vuile zakken naast de container worden gelegd en niet in de container. En op een gegeven moment was ik het een keertje zat. Ik had een keer alles opgeruimd en de buren hebben meegeholpen, Marvin ook. En de buurbewoners zien dat hey, als er eentje begint te helpen, gooit de vuilnis in de containers, dan gaat de rest ook mee helpen. Hey, ik ben Marvin, ik ben de wijkambassadeur van Overvecht. Ik ben 17 jaar. En ja, ik kom zelf ook uit Overvecht. Ja, ik ben wijkambassadeur geworden omdat ik iets voor de omgeving geef. Vooral omdat het ook schoner moet blijven. Wij werken samen met de basisscholen. Het eerste project is hier ontstaan op de Markenschool. De kinderen mogen een tekening gaan maken. En daar worden een paar tekeningen uit geselecteerd. Die worden op containers geplakt. En om zo een mooie beeld te geven aan de containers, dat het niet vies eruit ziet. Dat mensen niet de vuile zakken naast de container leggen, maar in de container. Omdat er een tekening op zit en allemaal bloemetjes eromheen. Nou, wat ik juist wil bereiken is dat mensen bewust zijn van wat ze doen. Ja, ook voor te zorgen dat mensen gewoon hun afval gewoon in de containers gooien, verplaatst naast de containers. Ja, en dat hoop ik dat ik kan bereiken bij mensen. En mocht u na het zien van dit filmpje denken, nou, ik ben ook iemand die in Overvecht woont. En ik zou heel graag aan mijn wijk willen bijdragen. Dan kom ik heel graag met jou in gesprek. Want dan kunnen we kijken hoe wij samen, want daar gaat het eindelijk om, hoe wij samen de wijk nog beter kunnen maken.